Lijn vanuit de IKEA parkeergarage. Ik jullie vertellen wat we vandaag gaan doen in deze vlog. We gaan vandaag met de Thalys naar België toe. Welkom bij de Tips Eindrik zomervakanties. Tour. Kijk, heel veel kijkplezier. Kijk jullie maar naar de intro. One eternity later. Franse prutsers van de Keerlis 2020, ja, Keerlis van Fransen. Met plus 10 minuten zijn we aangekomen in Centraal. Daardoor heb ik nog 25 officer tijd op de intercity in Schiphol. Want ik ga vannacht naar België in, maar je kunt via Roosendaal. Je kunt gewoon met de intercity direct via Breda. Maar hier, wij gaan met de Thalys mee. Hoogsnelheid trein, eerste klas. Het grappige feitje is dat ik die geboekt heb bij NBS Internationaal, dat is de Belgische spoorwegen. Daar kost het treinticket van de Thalys eerste klas, was ik totaal 65 euro kwijt. Als ik het bij de NS had geboekt, was ik bijna 100 euro kwijt geweest. Dus ik ben door bij andere spoorwegen veel goedkoper. Dus ook een tipje, ook als je bijvoorbeeld naar Duitsland ingaat, je wil een keer goedkoop treinkaartje, boek gewoon soms bij de Deutsche Bahn, ben je automatisch veel goedkoper kwijt. En vooral dan handig is dat ik hier dicht bij Duitsland woon, is dat ik gewoon met de auto naar Duitsland in kan rijden. Dan zijn de treinkaartjes veel goedkoper dan als ik via NS International boekt. Maar soms is het andersom weer goedkoper. En hier wachten we zo meteen op de trein naar Schiphol. Voor de intercity naar Schiphol krijgen we een DDZ 6 mee. Dat is lekker capaciteit. Dus geen ICM 3. Daar ben ik in ieder geval wel blij mee, want ik heb hekel aan de ICM 3. Dan rijden we nu weg uit Hengelo. DDZ. Lekker trein eerder genomen, waardoor ik iets meer, een langere tijd heb in Schiphol. Hoge snelheidstreinen is het handig om 20 minuten van tevoren aanwezig te zijn op het perron. En we reizen in eerste klasse, dus dat is de premium. Rijtuig 11 stoel 44, dat zijn eindstelstoeltjes. En dit mag je helemaal meenemen in een Thalys, 2 stukjes bagage in handbagage. Het is net een vliegtuig. Ik mag ook toegang nemen tot de Thalys Lounge en de NS International Lounge. Dat is allemaal voordeel van eerste klas. En dat snap ik niet helemaal. Voor mij de Belgen incompetent zijn. Want dan heb je hier nog het enkeltje van Hengelo naar Schiphol. En dan van Schiphol naar Antwerpen. Je had die denk ik beter Hengelo-Antwerpen via Schiphol kunnen doen. Iets beter voor het milieu. Maar ja. Just the right pill to swallow. Wanna be more than a shadow. So I gotta let you know that baby. You're a masterpiece, you sweep me right off my feet. Oh baby, you're all that I need. But first things first, you gotta say please. To love me, even if I waste it. Don't give on me, you know you gotta taste it. So fall for me, and I'll follow you. To love me, even if I waste it. Gotta taste it, so fall for me, and I'll follow you. Few inches later. Food review bij Per Tutti Pizza Quattro Station. Eet smaak. We staan hier buiten bij Schiphol, want ik vind het treinstation heel benauwd. En ze rijden hier echt met oude Arriva bussen. Net dan oud Ambachino komt er nog een oud achter mij. Een oud Lely bus aan. Van de Iveco Crossway of wat is dat? Zo'n Hulliesprut. We gaan hier zo wachten op de Thalys. Dus altijd een tip om mee te geven om een beetje ruim 20 minuten van tevoren aanwezig te zijn. Mocht er ongeveer veiligheidscontrole zijn, want het is wel een internationale trein. En er wel net zoals de Eurostar-bus wel eens veiligheidscontroles ingevoerd hebben. Verder vind ik het hier best wel redelijk rustig, want ik had het echt drukker verwacht. Maar ik weet niet hoe dat gaat met treinsamenstellingen van de eerste klas naar de tweede klas. Dus ik ben benieuwd, ik ga het allemaal zien.
te horen. Komt de Thalys al aangescheurd, lekker op tijd. Sehr geehrte Fahrgäste, aus Sicherheitsgründen werden Sie gebeten, Ihr Gepäck nicht unbeachtet. Paris Nord. Thalys PKP. Eerste keer een echte hoge snelheidstrein. Dan ICE. Dan de Thalys PK PBFS, eerste klas. Tafeltjes schoon. En zo'n voetensteuntje. En snufjes. En ik heb geen stopcontacten gevonden. Wel prima trein. Thalys bier, zinnig bier. Met nu. Een klein comfortreviewtje. Oh, dat kan je niet zien. Toilet ziet er best schoon uit. Lekker balzootje. Verschillende eerste klassen. Ik zit dus nu in de premium. Dan normaal meer voor. Dus blijkbaar krijg je dan ook service en zitplaats. Dus drinken is al van mij dat gewoon gratis. Dan heb je nog een normale eerste klas en dat is dan niet. En je hebt dan de tweede klas, comfort. Tweede klas. Dus ik vind het echt wel super ding. En ook avond eten, dus ik wist het niet anders dat ik hier in de treinavond gegeten. Nou ja, gaan we de volgende keer een keer uitproberen. We zijn in België. Nu al. Dat gaat echt snel. En de zon gaat onder, dus het laatste stukje wordt waarschijnlijk een donkerrit. Net gehaald, even Core Limited op de mop gezet, allemaal krap gehaald, dus alleen moet ik wel van het comfort helaas een downgrade nemen, want tweede klas en geen premium, dus ik krijg vandaag niet zo'n gratis biertjes. We stonden in lange tijd in Gent, zijn we nu aangekomen bij Ibis. Opera. Ja, de tv duurde, want die was kapot geweest. Een nieuwe separate gekregen. Twee persoons bed. Eén werkbakje. Het toilet. Een douche. En het uitzicht om u tegen te zeggen. En daar is de bushalte. We moeten die 6 uur met de tram morgen. Ik ga de video afsluiten. Vond je het leuk met de Thalys Premium Class? Dus het duurste paardenpaardje. Ja, en morgen ga je lekker België en een stukje Frankrijk zien. En dan zien we allemaal morgen.